We're back together. Yes. Giving mom. Ja, ja, ja. Ik voelde echt alsof ik de toekomst in ging. Het is echt heel anders dan later vertellen. En wat is het? Mijn haar is gekruld. Cheers. Cheers. Helemaal in de kerstsfeer. Goedemorgen, it's been a long... Zo, trouwens, kunnen we heel even teruggaan over hoe mijn stem even helemaal omsloeg. Maar, it's been a long time. Ik zit in de auto en het is tijd voor mij om naar Rotterdam te gaan. Maar ik ga eerst Bibi ophalen. Wij gaan namelijk een girls getaway. En heel erg leuk, we gaan namelijk maandag... Maandag? Ja, maandag. Naar Londen toe, Bibi, Stijn en ik. Echt mega veel zin in. Maar... Ik kreeg tussendoor de vraag of ik vanavond wilde uit eten bij een leuk restaurant in de buurt van Rotterdam. En daarna een overnachting daar te hebben. Dus dat is heel erg leuk. Daar ga ik heen met Bibi. Ik moet haar eerst even ophalen. We hebben nog een event. We gaan nog shoppen. Echt een hele leuke dag voor de boeg. Nu zou je misschien denken, of niet, maar waarom zie je er niet klaargemaakt uit? Want als je een event hebt, waarom zie je er dan zo uit? Nou, het is een event waarin je allemaal les krijgt over helemaal skincare dingen en zo. Dus daar ben ik... heel benieuwd naar, maar ik dacht dus van misschien moet ik dan maar geen make-up op doen, want als we dingen gaan testen en zo, dan kan ik anders niet meedoen. Oh, en mijn ruitvloeistof is bijna op. Geloof het of niet? Ah, we're back together! Het valt me dus op dat altijd als ik vlog, ik met jou ben. Ja. Ja. Dat we maar leuke dingen doen, dus dan ga je... Dan ga ik filmen. Ga je het filmen, ja. Ja, en inderdaad, als ik wat leuks doe, neem ik jou altijd mee, want ik ga nooit alleen. En sowieso zijn wij elke dag samen, dus of ik nou wat leuks doe of niet. Ja. We zijn toch wel samen. It's me. Met hem maar aan. Leuk die trui. Noor had hem laatst ook leuk, aan. Leuk hè? Ik wil hem ook. Helemaal in love. Ja, echt heel leuk. Van Alex de Label. Alex de Label. Wij gaan op naar Rotterdam. Ik dacht dat we laat zouden zijn, maar... We zijn mooi op we tijd. We zijn mooi op tijd. We zijn heel vroeg. Voor ons. We hebben speling. We hebben speling. Koffietje? Oh, maar dat vind ik serieus een goed plan. Ik ook. Ik heb koffie nodig. Ik ook. Wij zijn aangekomen in de stad. Rotterdam getaway kan beginnen. Ja. Ja. Heerlijk. Mijn auto aan de laadpaal. Nou ja, die moet ik... Wat wilde jij zeggen? Zeg maar, het voelt alsof een jaar geleden. Alsof we het weer gaan herkenen. Alsof, ja. Maar dit jaar niet zo gek. Nee. Dit keer gaan we zen. Cool. Collected calm. Calm cool collective. Je was er bijna, je was er bijna. Ik ben aan het leren. Zo, Jet en Jill. Jet en Jill's outfit is sportlegging. Toppie? Ja. Oh, nee. Let's Yeah, yeah, dus yeah. Het is trouwens 11:30. We zijn er echt vroeg bij. We zijn er vroeg bij. Dat betekent ook dat we vroeg op de hand zitten. Oh, nee. Nee. Ja, en ik zijn hier en hoi. Ja, jij, wij matchen niet. Ik ben helemaal in de comfy en jij bent helemaal in de hakken. Met ja, maar ik heb dus nu tegenwoordig heb ik die mom vibe. Ja, giving mom. Ja, 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 het is wel echt mooi. Ja, het is wel echt looking good. Maar ik heb dus net, ik krijg zo meteen een facecam. Ik heb ook geen make-up opgedaan. Maar ik dacht van, we gaan pas wel dingen doen. En als ik make-up ja, nou, ik heb voor één Ik voelde echt alsof ik de toekomst in ging. Heeft hij dus ook de huidleeftijd? Die 28! We... dit is eigenlijk de algemene uitstraling. En, onze huidscan baseert zich ook op AI. Dus eigenlijk over de hele database van de hele wereld. Dus vergelijkt hij eigenlijk met de hele database die we hebben. Dit is trouwens de hele kliniek. Het is echt super mooi. Alles is helemaal aesthetic. Kijk, deze kamers ook. Echt prachtig. En ik heb dus geen make-up opgedaan. Omdat we dus allemaal behandelingen gaan doen. En nu ben ik dus het proefkonijn voor elke behandeling. Dus ik ga me nu klaarmaken voor een uur. Net een facecam van. Ik heb hem ook in mijn mail, dus ik kan anders helemaal terugkijken. En nu ga ik iets verder van die filosofie. Ga je even de kluis afhalen? Gaat het zo? Ja. Mooi. Hi, Fiona. Hi, goedemorgen. Hoe is het? Goed, dank je.
dit is dus het apparaat. Dat is een soort lamp waar ik met mijn gezicht in ga. En lekker 10 minuutjes mag zitten. Zo, ik ben uit de behandeling. En het was zo lekker. Ik heb gewoon alleen maar gelegen. En mijn huid is helemaal glowy. Jij bent jaloers. Ik ben jaloers. Jij bent jaloers. Ja, ik ben jaloers. Gemaakt. Iedereen wil het wel. Jij wilt het ook voor de aesthetic hebben, hè? Jij wilt het ook even op de foto zetten. Dat hoort bij. Oké, luister. Wie? Ik heb dit voor je. Dus, wij gaan. Deze is iets te dark. Snap je? Maar je moet hem eerst zo proberen. Wil jij echt niet? Ik hoef echt niet. Just try it. Ik ga van je. Ik neem wel van jou een slokje. Oh, ik krijg gewoon pijn in mijn kaak als ik dit zie. Het is echt lekker. Echt? Dat had ik ook. Ik vond het eerst lekker. Niet lekker? Wanneer die zoet is, is het goed. Als deze is wat goed. Welke vind je lekkerder? Je proeft bijna geen verschil. Ja, maar kijk, dat is dan gewoon weer echt zoet. Oh. Dan vind ik het geen matcha meer ofzo. Het is echt heel anders dan later vertellen. Nou ja, het is gewoon wel. We zijn weer bij de auto. We hebben een prachtige goodie bag meegenomen met echt van alles erin. Een redness neutralizer. Oh, dat is echt een goede voor mij. Er zit er nog meer in. Een UV, vitamine C, moisturizer, een handdoekje, een cleanser, een badjas. Echt van alles. Hey, autosleutels, zitten er ook in? Hey. Heb jij die ook, of niet? De auto gekregen. Ja. We lopen de stad in, we gaan namelijk eventjes naar de wijk erover toe. Ik wil dus eigenlijk nieuwe witte Air Force, want mijn voeten zijn dus op een of andere magische wijze gegroeid. Dus die wil ik even in een maatje groter en gewoon weer lekker clean. En we willen beide een nieuwe sjaal eigenlijk voor Londen. Ja. Dus daar gaan we even gaan kijken. Heb je al een koffer? Je koffer, want zo niet, dan kan je die daar halen. Ja. Koffertje mee. Is handig? Ja, toch? In de Sasha beland. Ik zie hier echt super leuk. Ik ben dus laatst het helemaal into de hakken, maar dan die zo laag zijn. Nou, dit vind ik fantastisch. Maar ze hebben ze dus ook zo echt heel leuk. Dus voor degenen die nog op zoek zijn bij de Sasha, kan je ze vinden. Ik heb dus een rode Jacquemus trui en ik ben de laatste tijd helemaal into rood. Nou, kan je ook wel zien. Dus deze ga ik meenemen. Ik twijfel, want het zijn wel €35 voor één paar sokken. Is dat best duur. Maar ze zijn wel echt heel leuk. We zijn even lekker bij Grilla, mijn favoriete tentje uit Rotterdam. Heerlijk. Hey, weet je? Be a badass with a good ass. Yeah. Yeah. Staat daar. Onze zoektocht naar een sjaal gaat niet goed. Nee, ik ben geëindigd met een paar sokken. Die kan ik niet om mijn nek draaien. Schoenen ook niet. Terugweg nog even goed kijken. Maar het is ook lastig. Het is heel lastig. We hebben het ook zwaar. En we kunnen het ook gewoon helemaal maken. Ja, maar dan is het te laat. Want dan heb ik het al koud. Als je de eerste dag koopt, kan je het de tweede en de derde dag om. Ja. Zo, hier had ik zin in. Dit is niet normaal. Ja, oh, mijn telefoon viel bijna van mijn schoot. Dit is zo fantastisch. Ja, even. Ja. Terug op ons oude vertrouwde plekje in Rotterdam. Het NH Hotel. Wij gaan inchecken. De vorige keer dat we dus in dit hotel sliepen, toen gingen we naar de Vrienden van Amstel Live. Nou, toen stond ik hier dronken in de lift om 7 uur 's ochtends en vertel. Er stond hier naast ons een man en die had net gesport. Ja, en wij letterlijk terug van Vrienden van Amstel. Ja, echt. Dat was echt heel bizar. Afgrijzelijk, maar ja. We gaan. Het leuke, hè? We stonden echt al vijf minuten in de lift. In de lift. Maar we hadden nog niet op het knopje gedrukt. Want je moet een pasje erbij aan, dan ben je erboven gaan. Ja. 5 minuten stil gedaan. Ik ben heel benieuwd of we naar dezelfde kamer gaan. Want we gaan naar dezelfde kamer. Ik denk ook dat we exact dezelfde kamer hebben. Hier hebben we nog een foto. Ja. En in die andere. Als we daar links in het hoekje hebben. Nee, 2206 denk ik dan. We zaten hier naar links, want dit is die gang waar we foto's hebben gemaakt. Oh mijn god, we hebben precies dezelfde kamer. Echt heel grappig. En dat was echt een mooie kamer, hè? Oké. Okay. Grote. We gaan open doen. Daar gaan we de kamer in. We hoopten op snacks in de kamer, maar ik zie geen snacks. Vorige keer stond hier namelijk op tafel. Echt heel veel snacks, maar... Oh, ik zie wel wat. Wat zie je?
En we hebben wel een cadeautje. Wat zijn dit? Kijk hier. Een mini brownies. Oh, mini brownies. En wat is dat? Oh, oh mijn god, een adventkalender. Wat zit hierin dan? Ja, chocolaatjes. Enjoy your stay, staat op de spiegel. Nou, happy to be back. Thanks to Enhow. Time to get ready. Ik heb in Manchester trouwens Skims gekocht. En ik heb dit shirtje, heel mooi, met daaronder ook een bralet. En nog ook ondergoed erbij. Echt super mooi, allemaal in dezelfde kleur. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb dus mijn haar gesteld, maar ik denk dat ik het ga kleuren, want ik ben er gewoon... Wow, ik knipperde zo erg dat mijn lens er bijna uitvloog. Ik had verwacht dat je zou schrikken, maar ik voelde me echt heel leuk. Ja, ik viel gewoon bijna op. Mijn haar is gekruld en tijd om over te gaan naar make-up. Ik laat het heel veel zo zitten, zodat het helemaal mooi kan intrekken, afkoelen en dan pas borstel ik het uit. Ik heb me zojuist omgekleed. Ik heb dit topje aan van Diesel, die ik in Antwerpen heb geshopt. Op deze broek van Connected. En ik heb mijn hakken aan. Die zijn van Van Haren. Jij hebt... Je klompen. Mijn klompen. Bronslaarsjes. Blazer van... Naked. Top van Reinders. En deze is van de Sarah. Very nice. You look pretty. You too. Thank you. Tijd om naar het restaurant toe te gaan. We gaan lekker eten bij Kita. Oeh. We zijn aangekomen bij het restaurant. Het is echt prachtig. Dit is Kita in Hendrik Ido Ambacht. En het zit ook helemaal voor. We hebben als eerst lekker een broodje gekregen. Een pita met hummus en pompoenbroodjes. Ik heb zoveel trek. Ja, we hebben er heel veel zin in. De kaart trouwens hadden we online ook al bekeken. En we vonden echt letterlijk alles lekker. Dus we hebben gewoon net een lijst gegeven met wat we lekker vinden. En zij mogen kiezen wat we krijgen. Kijk hoe mooi. Het eten wordt geserveerd. Cheers. Cheers. Even cheersen. Vriendschap. Het is een weekend, girl dinner. Vriendschap. En het is ook gek. Hey. Dit is ons volgende gerechtje. Ja, het is de panipuri. Panipuri. Cheers. Cheers. De muziek staat een beetje hard, maar we hebben drie toetjes. De Kita-bal, de Magnums en een wafel. Zo lekker. Mag ik de bal smashen? Wil je de bal smashen? Doe maar. Oh. Lekker. Ik zit zo intens. Echt? Ja, helemaal. Maar het was zo lekker allemaal. Zo, we liggen in bed. We zijn net oprecht gewoon nog naar de gym geweest. Heb je dat niet eens gefilmd? Ik heb het niet eens gefilmd. Dus eigenlijk... Zijn we niet geweest? Ben ik niet geweest. Nee, ja, we zijn wel geweest. We zijn eventjes een kwartiertje gaan lopen op de loopband op zo'n helling van 12%. We zijn een half uur gaan lopen. Wat zei ik dan? Kwartiertje. Oh, we zijn een half uur gaan. Ja, mensen geloven ons er echt niet. Ik loop echt een verhaal in elkaar te flansen hier. Onzin uit de kruis. Ja, maar ik ben echt serieus. Maar ik ben echt kapotjes. Dus we gaan lekker slapen. Morgenochtend. Oh. We willen een rondje vanaf de Erasmusbrug naar Willemsbrug en weer terug. Van een uur. Dus de wekker staat om 8:00. Gaan we even lekker lopen en daarna lekker ontbijten. Ja, dat was hem. Aju. Paraplu. Hey, we dachten hetzelfde. Slaap lekker tot morgen. Good morning! Good morning! Ik heb nog helemaal... Mijn ogen zitten gewoon nog dicht. Mijn handen zijn koud, maar... Wij lopen... op de Erasmusbrug. Kijk eens. Achter ons heb je nog een hele mooie zonsopkomst. Met roze... roze-blauwe lucht, maar... Wij zijn begonnen aan onze morning walk. Hoe laat is het? Volgens mij zijn we helemaal op schema. Het is nu pas 8:30 en we wilden om 8:30 gaan lopen. We gaan lekker een uurtje lopen. Misschien een koffietje halen onderweg. Oh, dat hopen we, oh, ja. En even gewoon lekker erop uit. Ik ben nog steeds misselijk van alle toetjes. Ja. Niet normaal. Even zakken. Ja. Ik vind dit wel het leukste deel van Rotterdam om te lopen. Kijk eens wat een plaatje. En in dat hotel zitten wij dus. Bijna een uur verder en we staan weer bij het hotel. Ik had even niet gefilmd, want we hebben net alleen maar gelopen. Maar het voelde echt niet als een uur. Het was zo lekker.
wel koud, maar het valt nog mee. Zo, aangekomen weer in het hotel. En dit is de ontbijtzaal. Lekker ontbijtje, tomaatje, komkommer, klein beetje avocado, ei, kip, brood. Heerlijk. Ik ben helemaal klaar. Koffer is ingepakt. Tas staat klaar. En we gaan lekker uitchecken en richting huis. Nou ja, richting onze woonplaats. Want we gaan onze nagels laten doen voor kerst. Mijne zijn dus echt net gedaan. Maar ik moet ze dus laten doen, want anders zit er 5 weken tussen voordat ik het weer kan doen. Dus ondanks dat ik bijna geen uitgroei heb, moet ik echt nog een keertje, zodat het voor de feestdagen extra mooi zit. Even een kleine tussenstop bij Demi. Ik heb mijn nagels weer laten doen. Kijk, helemaal in de kerstsfeer. Kijk jij wat? Oh, very kerst. Pretty. Jij hebt nu mijn kleur overgenomen, rood. Ja. Hey, dankjewel hè. Ja, jouw nagels zijn wel echt het mooiste. Ja, dit is echt... Dit is drama. Ja. Dit is een duimpje. Ik moet hier nog... Ik wil ze wel doen voor je hoor. Ja, gewoon doen. Oh, top. Oké. Okay. Zo goed. Ik wil het oprecht wel een keer proberen. Ja, ik vind het goed. Oké. Okay. Doe jij de ene hand? Ja, is goed. Zo, ik ben lekker weer thuis aan het chillen. Ik heb mijn video net geëdit en het is tijd om het online te gooien. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik had hem helemaal niet afgesloten, dus dat doe ik bij deze eventjes. En vergeet niet te abonneren om niks te missen. Zie ik je ook snel weer in mijn vlog vanuit Londen. Dus enjoy die vlog als je hem gaat kijken. Thank you.